Les 1. Wil je een fietstocht maken? Wil je een fietstocht maken? Natuurlijk, laten we fietsen. Pak je helm, we gaan. Ik hou van fietsen, het is leuk. Heb je liever een specifieke route? Wat dacht je ervan om door het park te rijden? Klinkt goed, laten we genieten van de natuur. Veiligheid voorop, volg de regels. Blijf op fietspaden, kijk uit voor voetgangers. Frisse lucht en beweging, daar komen we. Waterflessen voor hydratatie. Goed idee, ik haal ze wel. Klaar om aan onze rit te beginnen? Ja, laten we wegfietsen. Pas de helmen aan. Zet ze stevig vast. Veiligheid is belangrijk, dat doe ik. Daar gaan we, het fietsavontuur. Wacht. Fietsen brengt vreugde en vrijheid. Laten we deze rit voor altijd koesteren. Dankbaar voor dit soort momenten. Meer avonturen samen, laten we gaan. Proost op het ontdekken en rijden. Les 2: Heb je een routebeschrijving nodig? Ben je verdwaald? Heb je een routebeschrijving nodig? Ja, ik ben verdwaald. Ik heb hulp nodig. Waar probeer je heen te gaan? Ik ben op zoek naar het dichtstbijzijnde treinstation. Ga bij de volgende kruising linksaf. Wat moet ik dan doen? Blijf twee blokken recht doorlopen. En dan? Je ziet het station aan je rechterhand. Bedankt voor je hulp, John. Geen probleem, ik help je graag verder. Ik waardeer je begeleiding. Ik ben blij dat ik je kon helpen. Ik volg nu je aanwijzingen. Veilige reizen, Anna. Zorg goed voor jezelf. Bedankt, John. Tot ziens. Les 3: Heb je de vergadering bijgewoond? Heb je de vergadering bijgewoond? Ja, ik was erbij. Hoe is het gegaan? Het ging goed, productief. Zijn er belangrijke beslissingen genomen? Ja, we hebben de begroting afgerond. Dat is geweldig nieuws. Iedereen was tevreden met het resultaat. Hebben ze het komende project besproken? Ja, ze hebben er updates over gegeven. Is er nieuwe informatie gedeeld? Ze hadden het over de verlenging van de termijn. Dat is nuttig voor ons team. Het geeft ons meer tijd om ons voor te bereiden. Hebben ze taken toegewezen? Ja, ze hebben verantwoordelijkheden gedelegeerd. Heb je opdrachten gekregen? Ja, ik moet een aantal taken uitvoeren. Ik ben ervan overtuigd dat je het goed zult doen. Bedankt voor je steun, John. Zijn er nog andere belangrijke punten besproken? Ze noemden de volgende vergaderdatum. Laten we het op onze agenda's markeren. Goed idee, we mogen het niet missen. Bedankt voor het delen van de updates. Je bent van harte welkom. John. Les 4 Heb je vanochtend gespoord? Heb je vanochtend gespoord? Ja, ik heb mijn training gedaan. Welke oefeningen heb je gedaan? Ik heb cardio- en krachttraining gedaan. Hoe lang heb je gespoord? Ongeveer 30 minuten. Dat is geweldig. Voelde je je energiek? Ja, ik voel me nu meer wakker. Heb je een trainingsroutine gevolgd? Ja, ik heb een videohandleiding gevolgd. Train je elke ochtend? Ik probeer de meeste ochtenden te sporten. Het is goed voor je gezondheid. Ik ben het ermee eens, het houdt me actief. Heb je specifieke fitnessdoelen? Ik wil mijn uithoudingsvermogen verbeteren. Ga zo door met het goede werk, Anna. Bedankt, John. Les 5: Heb je die nieuwe film gezien waar iedereen het over heeft? Heb je die nieuwe film gezien waar iedereen het over heeft? Ja, ik heb er gisteravond naar gekeken. Wat vond je ervan? Het was geweldig, ik vond het geweldig. Waar ging de film over? Het was een romantische komedie. Wie waren de hoofdrolspelers? Met Emma en Tom in de hoofdrol. Het zijn geweldige acteurs. Hun chemie was fantastisch. Zijn er memorabele scènes? Er was een grappige danssequentie. Ik moet het binnenkort bekijken. Ik raad het ten zeerste aan. Bedankt voor de suggestie, Anna. Je bent van harte welkom, John. Geniet ervan. Ik kijk er naar uit. Les 6: Heb je gereageerd op de e-mail van onze klant? Heb je gereageerd op de e-mail van onze klant? Ja, ik heb eerder vandaag geantwoord. Wat heb je gezegd? Ik heb hun zorgen behandeld. Heb je een oplossing geboden? Ja, ik heb een aantal opties gegeven. Was het een bevredigend antwoord? Ik geloof het wel, ik heb mijn best gedaan. Heb je je verontschuldigd voor het ongemak? Ja, ik heb onze excuses aangeboden. Heb je alle nodige informatie bijgevoegd? Ja, ik heb ze alle details gegeven. Geweldig gedaan, Anna. Dank je wel. Je bent van harte welkom, John. Les 7. Heb je naar de voetbalwedstrijd gekeken? Heb je naar de voetbalwedstrijd gekeken? Ja, ik heb het gisteravond gezien. Wie was er aan het spelen? Het was team A tegen team B. Wat was de eindscore? Team A won met 3 tegen 1. Zijn er opvallende spelers? Ja, Player X was indrukwekkend. Hebben ze doelpunten gemaakt? Speler X scoorde 2 doelpunten. Dat is indrukwekkend. Het was een spannende wedstrijd. Vond je het leuk om ernaar te kijken? Ja, ik heb een geweldige tijd gehad. Bedankt voor het delen, Anna. Je bent van harte welkom, John. XXX Les 8: Wat is de beste tijd om te gaan winkelen? Wat is de beste tijd om te gaan winkelen? Door de week is het er meestal minder druk. Welke dag specifiek? Dinsdag en woensdag zijn goed. Hoe zit het met het tijdstip van de dag? De ochtenden zijn meestal minder druk. Nog andere tips? Vermijd weekends en avonden. Zijn er verkopen of kortingen? Kijk uit voor seizoensverkopen. Moeten we een boodschappenlijstje maken? Ja, het helpt om gefocust te blijven. Nog iets om in gedachten te houden? Vergelijk de prijzen voordat u koopt. Bedankt voor het advies, Anna. Je bent van harte welkom, John. Veel winkelplezier. Les 9, heb je je grootouders bezocht? Heb je je grootouders bezocht? Ja, ik ben naar ze toe gegaan. Hoe gaat het met ze? Ze maken het goed, bedankt. Heb je veel tijd met ze doorgebracht? Ja, we hebben een leuk bezoek gehad. Wat hebben jullie samen gedaan? We hebben gepraat en verhalen gedeeld. Heb je iets voor ze meegebracht? Ja, ik heb cadeautjes voor ze meegenomen. Dat is attent van je. Ze waren blij ze te hebben ontvangen. Hebben jullie samen gegeten? Ja, we hebben heerlijk geluncht. Het klinkt als een heerlijke tijd. Dat was het, ik koester die momenten. Tijd met het gezin is belangrijk. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Bedankt voor het delen, Anna. Je bent van harte welkom, John. Les 10: Heb je naar het vuurwerk gekeken? Heb je naar het vuurwerk gekeken? Ja, ik heb er gisteravond naar gekeken. Waar werd het gehouden? Het was in het stadspark. Hoe was de vuurwerkshow? Het was spectaculair en kleurrijk. Hadden ze speciale effecten? Ja, er waren prachtige patronen. Waren er veel mensen? Ja, het park was overvol. Heb je genoten van de sfeer? Absoluut, het was feestelijk. Hoe lang duurde het? De show duurde ongeveer 30 minuten. Hebben ze er muziek bij gespeeld? Ja, er was een gesynchroniseerde soundtrack. Dat moet geweldig zijn geweest. Het was een onvergetelijke ervaring. Bedankt voor het delen, Anna. Je bent van harte welkom, John. Les 11. Wat vind je ervan om volgende maand die familiebijeenkomst bij te wonen? Wat vind je ervan om volgende maand die familiebijeenkomst bij te wonen? Ik vind het geweldig om iedereen te zien. Wordt het een groot evenement? Ja, er zullen veel familieleden aanwezig zijn. Hou je van familiebijeenkomsten? Ja, ik breng graag tijd door met familie. Is het een speciale gelegenheid? Het is een viering van de verjaardag van onze grootouders. Dat is geweldig. Moeten we RSVP? Ja, we moeten onze aanwezigheid bevestigen. Zijn er activiteiten of spelletjes? Ja, er zullen spelletjes en een barbecue zijn. Klinkt als een leuk evenement. Het wordt een geweldige tijd samen. Ik kijk er naar uit. Ik ook, John. Het zal memorabel zijn. Bedankt dat je erover hebt gesproken, Anna. Les 12: Heb je de nieuwe koffieshop geprobeerd? Heb je de nieuwe koffieshop geprobeerd? Ja, ik ben er gisteren geweest. Hoe was de koffie? Het was heerlijk en aromatisch. Wat voor koffie heb je besteld? Ik heb een latte met amandelmelk gedronken. Hadden ze gebak? Ja, ze hadden verschillende soorten gebak. Heb je één van hen geprobeerd? Ja, ik heb een croissant gegeten. Was de sfeer gezellig? Ja, het had een warme en uitnodigende sfeer. Vond je het decor mooi? Ja, het was trendy en modern. Was het druk? Het was druk, maar niet te druk. Vond je het duur? De prijzen waren redelijk. Zou je het aanbevelen? Absoluut, het is een bezoek waard. Bedankt voor het delen, Anna. Les 13: Ga je een videogesprek voeren met je vriend? Ga je een videogesprek voeren met je vriend? Ja, we hebben een videogesprek gepland. Hoe vaak video bellen jullie? We praten meestal één keer per week. Welk platform gebruik je? We gebruiken Zoom voor onze gesprekken. Hoe laat is de oproep? Het is vanavond om 19 uur. Hoe lang duren je gesprekken? Meestal ongeveer een uur of zo. Waar praat je meestal over? We halen elkaars leven in. Deel je foto's of video's? Ja, soms delen we foto's. Het is fijn om verbonden te blijven. Ik ben het ermee eens, zelfs van een afstand. Veel plezier met je videogesprek, Anna. Les 14. Ga je morgen de planten water geven? Ga je morgen de planten water geven? Ja, ik zorg voor ze. Hoe vaak geef je ze water? Ik geef ze twee keer per week water. Heb je een bewateringsschema? Ja, ik heb het opgeschreven. Hoe laat geef je ze gewoonlijk water? Ik geef ze 's ochtends water. Hoeveel water hebben ze nodig? Ik geef ze genoeg om de grond vochtig te houden. Gebruik je een gieter of tuinslang? Ik gebruik een gieter voor kamerplanten en een tuinslang voor buitenplanten. Zijn er specifieke planten die extra verzorging nodig hebben? Ja, de delicaten hebben meer aandacht nodig. Bedankt dat je voor ze hebt gezorgd, Anna. Les 15. Heb je eraan gedacht om vandaag de kinderen van school op te halen? Heb je eraan gedacht om vandaag de kinderen van school op te halen? Ja, ik heb ze op tijd opgehaald. Hoe was hun schooldag? Ze hadden een goede dag, geen problemen. Hadden ze naschoolse activiteiten? Nee, ze hadden vandaag een vast schema. Heb je snacks voor ze ingepakt? Ja, ik heb wat fruit en broodjes meegenomen. Zijn ze klaar met hun huiswerk? Ja, ze hebben hun opdrachten voltooid. Hebben ze over iets interessants gesproken? Ze deelden verhalen over hun vrienden. Hebben ze al melding gemaakt van aankomende evenementen? Ja, er is volgende week een schoolreisje. Bedankt dat je voor ze hebt gezorgd, Anna. Je bent van harte welkom. John, het is mijn verantwoordelijkheid. We waarderen je inspanningen. Les 16. Wat vind je ervan om volgende maand die familiebijeenkomst bij te wonen? Wat vind je ervan om volgende maand die familiebijeenkomst bij te wonen? Ik vind het geweldig om iedereen te zien. Wordt het een grote bijeenkomst? Ja, er zullen veel familieleden zijn. Moeten we iets meenemen? We kunnen een toetje of een bijgerecht meenemen. Moeten we van tevoren reageren? Ja, het is belangrijk om ze dat te laten weten. Is er een specifieke dresscode? Het is meestal casual en comfortabel. Hoe lang duurt de bijeenkomst? Het duurt meestal een paar uur. Zijn er activiteiten? Ja, er kunnen spelletjes en gesprekken zijn. Het zal leuk zijn om met iedereen bij te praten. Ik ben het ermee eens, familiebijeenkomsten zijn bijzonder. Laten we daarvoor onze agenda's markeren. Les 17. Zijn er mensen om je heen waar je terecht kunt voor hulp? Zijn er mensen om je heen waar je terecht kunt voor hulp? Ja, er zijn mensen in de buurt. Wie kun je om hulp vragen? Ik kan het aan een leraar of een medewerker vragen. Zijn ze vriendelijk en aanspreekbaar? Ja, ze zijn altijd bereid om te helpen. Wat als je op een openbare plek bent? Ik kan op zoek gaan naar beveiligingspersoneel of personeelsleden. Is er een klantenservice? Ja, ze kunnen ook hulp bieden. Wat als je in een noodsituatie zit? Ik kan de hulpdiensten bellen. Heb je hun contactgegevens? Ja, ik heb het op mijn telefoon opgeslagen. Het is belangrijk om contact op te nemen voor hulp wanneer dat nodig is. Ik ben het ermee eens, om hulp vragen is noodzakelijk. Bedankt dat je erover hebt gesproken, Anna. Je bent van harte welkom, John. Blijf veilig. Les 18. Zullen we samen wat pasta maken? Zullen we samen wat pasta maken? Dat klinkt als een geweldig idee. Wat voor soort pasta heb je het liefst? Ik hou van spaghetti of penne. Hebben we alle ingrediënten? Laten we de voorraadkast en koelkast eens bekijken. Hebben we pasta saus nodig? Ja, we hebben tomatensaus nodig. Moeten we wat groenten toevoegen? Ja, we kunnen champignons en paprika toevoegen. Hebben we geraspte kaas? Ja, we hebben Parmezaanse kaas. Hoe zit het met kruiden en specerijen? We kunnen basilicum en oregano gebruiken voor de smaak. Moeten we beginnen met het koken van de pasta? Ja, laten we water koken en de pasta koken. Hoe lang moet het koken? Het duurt meestal ongeveer 18 minuten. Klinkt eenvoudig genoeg. Laten we aan de slag gaan. Absoluut, laten we genieten van onze zelfgemaakte pasta. Les 19. Heb je aanbevelingen voor een goede lunch? Heb je nog tips voor een goede lunch? Wat dacht je ervan om de nieuwe broodjeszaak te proberen? Is het dichtbij? Ja, het is maar een paar straten verderop. Wat voor soort broodjes bieden ze aan? Ze hebben verschillende opties, zoals kalkoen, kip en vegetarisch. Zijn er kenmerkende sandwiches? Ja, ze hebben een speciale Italian Delight sandwich. Bieden ze bijgerechten of drankjes aan? Ze hebben frietjes, salades en verfrissende drankjes. Zijn er zitplaatsen beschikbaar? Ja, ze hebben zitplaatsen binnen en buiten. Hoe zit het met de prijzen? De prijzen zijn redelijk voor de kwaliteit. Dat klinkt als een goede keuze. Laten we gaan. Geweldig, ik heb nu al honger. Laten we daarheen gaan voor een heerlijke lunch. Absoluut, het wordt een smakelijke maaltijd. Les 20: Moeten we de rekening verdelen? Moeten we de rekening verdelen? Ja, dat klinkt eerlijk. Hoe moeten we het verdelen? Laten we het gelijkmatig verdelen. Heb je contant geld of moeten we kaarten gebruiken? We kunnen voor het gemak kaarten gebruiken. Moeten we om aparte checks vragen? Ja, dat maakt het makkelijker om te verdelen. Kunnen we de server van tevoren op de hoogte brengen? Ja, we kunnen ze dit laten weten wanneer we bestellen. Heb je dieetbeperkingen? Nee, ik sta open voor elke keuken. Heb je voorkeuren voor restaurants? Niet echt, ik ben flexibel. Wat dacht je ervan om een nieuwe plek te proberen? Natuurlijk, ik ben klaar voor een avontuur. Laten we onze maaltijd ontdekken en ervan genieten. Absoluut, het wordt een geweldige ervaring. Les 21, wat is jouw rol daarin? Wat is jouw rol daar? Ik zal assisteren bij het evenement. Welke taken ga je uitvoeren? Ik zal helpen met de installatie en coördinatie. Ga je met een team werken? Ja, er is een team van vrijwilligers. Heb je een specifieke shift? Ja, ik ben er morgen. Ga je in contact komen met de aanwezigen? Ja, ik zal je helpen en vragen beantwoorden. Is er een training of voorbereiding nodig? Ja, we hadden een briefingsessie. Heb je een aangewezen gebied? Ja, ik word gestationeerd bij de registratiebalie. Heb je pauzes tijdens je shift? Ja, ik neem korte pauzes om uit te rusten. Het klinkt als een belangrijke rol. Ik ben blij om bij te dragen en te helpen. Bedankt voor je toewijding, Anna. Je bent van harte welkom, John. Het is mij een genoegen. Les 22. Heb je gehoord over het komende teambuilding evenement? Heb je gehoord over het komende teambuilding evenement? Ja, ik heb hierover een e-mail ontvangen. Welke activiteiten zijn er gepland? Ze hadden het over een touwenparcours en oefeningen om vertrouwen op te bouwen. Wanneer is het gepland? Het gebeurt volgende maand. Moeten we meedoen? Het wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Wordt het een evenement van een hele dag? Ja, het begint in de ochtend en duurt tot de middag. Is er een thema voor het evenement? Ze hebben geen specifiek thema genoemd. Zijn er doelen of doelstellingen? Ze willen teamwerk en communicatie bevorderen. Wordt er voor eten gezorgd? Ja, ze hadden het over een verzorgde lunch. Het klinkt als een leuk en productief evenement. Ik kijk er naar uit, John. Laten we ons voorbereiden en er het beste van maken. Absoluut, het zal een geweldige kans zijn. Les 23. Hoe ga je om met strakke deadlines? Hoe blijf je gefocust en voorkom je afleiding? Hoe ga je om met strakke deadlines? Ik geef prioriteit aan taken en concentreer me op één ding tegelijk om op koers te blijven. Maak je een takenlijst? Ja, ik maak een lijst van alle taken die gedaan moeten worden. Hoe bepaal je welke taken je prioriteit geeft? Ik acht hun urgentie en belangrijkheid. Verdeel je grote taken in kleinere taken? Ja, als je ze opsplitst, worden ze beter beheersbaar. Stel je specifieke deadlines vast voor elke taak? Ja, ik ken deadlines toe om ervoor te zorgen dat er tijdig vooruitgang wordt geboekt. Ik minimaliseer afleiding en creëer een speciale werkomgeving. Neem je korte pauzes tussen de taken door? Ja, korte pauzes helpen me om weer op te laden en de productiviteit op peil te houden. Wat als er zich onverwachte uitdagingen voordoen? Ik evalueer de situatie, pas mijn plan aan indien nodig en communiceer met andere betrokkenen. Hoe ga je om met stress tijdens strakke deadlines? Je Ik aanpak diep lijkt diep effectief. En zorg voor mijn Bedankt welzijn. voor het delen, Anna. Je aanpak lijkt effectief. Bedankt voor het delen, Anna. Les 24: is het goed om het project volgende week af te hebben? Is het goed om het project volgende week af te hebben? Ja, dat zou haalbaar moeten zijn. Hebben we alle benodigde middelen? Ja, we hebben alles wat we nodig hebben. Zijn er mogelijke obstakels? Niet dat ik me op dit moment bewust ben. Hebben we extra hulp nodig? Nee, we hebben een bekwaam team om dit af te handelen. Hoe zeker bent u van het halen van de deadline? Ik heb er alle vertrouwen in dat we gefocust blijven en efficiënt werken. Moeten we de tijdlijn aan anderen doorgeven? Ja, het is belangrijk om iedereen op de hoogte te houden. Kunnen we taken delegeren om het proces te versnellen? Ja, delegeren kan ons helpen tijd te besparen. Moeten we regelmatig de voortgang laten inchecken? Ja, het zal ons helpen onze voortgang te volgen. Laten we samenwerken en de deadline halen. Les 25. Wanneer ben je van plan je vakantie te beginnen? Wanneer ben je van plan je vakantie te beginnen? Ik ben van plan om er volgende maand mee te beginnen. Hoe lang duurt je vakantie? Het wordt een vakantie van een week. Heb je een bestemming gekozen? Ja, ik ga naar het strand. Reist u alleen of met iemand? Ik ga met mijn familie. Heb je specifieke activiteiten gepland? We zijn van plan om te ontspannen, te zwemmen en de omgeving te verkennen. Heb je alle nodige afspraken gemaakt? Ja, we hebben accommodaties geboekt en reisarrangementen gemaakt. Gaat u tijdens uw vakantie de verbinding met uw werk verbreken? Ja, ik neem even pauze van mijn werk. Dat klinkt als een welverdiende vakantie. Ik kijk er naar uit, John. Geniet van je vrije tijd en een fijne vakantie.